Welkom bij het Unity TV Nieuws zomereditie van woensdag 6 juli. De ondernemers van de Herenstraat zijn tevreden met het besluit de winkelstraat niet op te nemen in de retailvisie. Deze is dinsdag door de raad aangenomen en hierin staat beschreven wat de kernwinkelgebieden zijn in de Leidse regio. De Herenstraat hoort daar dus niet bij. Maar de winkelstraat wordt sinds dinsdag wel gerekend tot het centrum. Ten allereerste, de Herenstraat is ontzettend blij met het nieuws. Gisteravond was het in de gemeenteraad. Er is voor gekozen om de Herenstraat tot het centrum te benoemen. En dat geeft de Herenstraat vanaf nu weer alle mogelijkheden om heel gezond te ondernemen. In de eerste versie van de retailvisie werd de Herenstraat gerekend tot een kansarm winkelgebied. Dat is nu volledig van de baan. Wij horen tot het centrum. Dat betekent dat alle regels die inderdaad toepasbaar zijn, ook nu op de Herenstraat toepasbaar zijn. Dat betekent concreet dat wij ook kerstverlichting zullen krijgen. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. En dat betekent eigenlijk dat het ondernemersklimaat heel gunstig is. Dus dat de winkels niet zomaar weg kunnen. Dat we alsnog gewoon de openingstijden wat zelf kunnen bepalen. En dat ook met verbouwingen, dat wat sneller doorgang zou kunnen krijgen. De ondernemers van de Herenstraat voelden zich door de gemeente aan de kant geschoven. Dat gevoel is met het besluit van dinsdag nu verdwenen. Dat is geheel van de baan. Dat is geheel van de baan. Ik moet zeggen dat de Herenstraat is zeer serieus genomen. Zowel door de bewoners, door de winkeliers, door de Doezerstraat. De Doezerstraat heeft laten zien dat ze ons willen ondersteunen in dit gehele proces. En daar zijn we ook ontzettend dankbaar voor. Ontzettend veel dank voor de Doezerstraat. We hebben ook gezien dat er vanuit de gemeente ontzettend veel steun is gekomen. Het blijft een levendige winkelstraat. Dat is één ding wat zeker is. Een hele fijne volksstraat met goed lopende winkels. Waar mensen met veel plezier naartoe gaan. En dan nog het weer. Het was vandaag nog wat aan de frisse kant, maar toch konden we genieten van zonnige perioden. Wel met hier en daar wat wolkenvelden. En verder is het droog gebleven. Bij een matige westelijke wind werd het vandaag 18 graden. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Ook de wind zwakt wat af en komt vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt naar de 12 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, wel met wat bewolking. We kunnen een warmere dag verwachten. Het wordt namelijk 21 graden. En dan kijken we nog naar het weer voor de rest van de week. De temperaturen blijven boven de 20 graden hangen. Veel zon, wel vergezeld met wat wolkenvelden. Het blijft deze week nog droog. Pas vanaf het begin van volgende week kan er weer een bui vallen. De gemiddelde temperatuur ligt rond de 22 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Donderdag om 6 uur melden we ons weer met een nieuwe uitzending. In de tussentijd houd je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM... en via onze website www.unity.nu. En ik wens je nog een hele fijne dag.